de horeca weer open gegaan. En kijk eens wat een prachtig weer het is. Daar willen we natuurlijk allemaal weer van gaan genieten. Maar hoe doen we dat op een veilige manier? Wij hebben daar een oplossing voor. Want hoe zorg je er nou voor dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van jouw terras? Of hoe zorg je ervoor dat jouw personeel gewoon veilig hun bestellingen bij de gasten kunnen afleveren? Hoe we dat doen? Dat vertel ik je graag. Kom met me mee. Ik ben verzekerd van een mooie plek, want ik heb van tevoren een tijdslot gereserveerd. We zijn hier op dit moment bij de zomerse hotspot van Breda, bij Bai. Bai zijn dus meemaker. En zij hebben heel mooi gebruik gemaakt van het mobile order systeem. Zoals je ziet ligt hier voor me de menukaart, maar dit is geen normale menukaart. Deze QR-code kan je heel eenvoudig scannen met je telefoon. Vervolgens kan je je favoriete drankje of gerecht bestellen en meteen afrekenen. Marijn is de eigenaar van Bai Breda. Marijn, kan je misschien wat meer vertellen over jouw eerste dag? Hoe was het om mobile order te gebruiken? Ja, het was een leuke eerste dag. Het was natuurlijk gisteren mooi weer, dus ons bedrijf zat helemaal vol. Om te zeggen dat we eigenlijk een vliegende start hadden met mobile order. In het voortraject alles instellen ging vrij makkelijk. Foto's uploaden, tarieven, piece of cake. En ook het draaien, dat vond ik best wel spannend. Ik dacht, wat ga je dat doen? Maar ook in de bar ging het heel makkelijk. Bonnen kwamen lekker uit de printer of konden we vanuit het scherm zien. Ja. Het leukste was eigenlijk dat de gasten het heel leuk vonden. Want wij dachten van ja, wat gaan die gasten nou doen? Hè? Vinden ze het helemaal niet leuk dat ze moeten bestellen online? Maar ze vonden het allemaal prachtig dat ze gewoon met hun telefoon konden bestellen en afrekenen. Het was ook gewoon heel makkelijk voor ze, want ze wisten gewoon de bestelling komt snel en nauwkeurig. Dus het was voor iedereen eigenlijk verrassend leuk om ermee te werken. Ook voor de gasten, maar ook voor onze mensen. Nou, volgens mij is het al borreltijd, dus we gaan even kijken wat vinden de gasten nou van een nieuwe mobile order. Hey. Hi, goedendag. Mogen we jullie vragen, wat vinden jullie er nou van dat we tegenwoordig mobiel kunnen bestellen? Ja, zeker. Nou, het is eigenlijk allereerst heel erg makkelijk, want het is de eerste keer dat ik het gedaan heb sinds dat de horeca open is. Het is eigenlijk heel simpel, je scant een QR-code en dan kom je op de menukaart terecht. En dan selecteer je je drankje en dan kan je direct betalen. Dus je hoeft niet in de rij te staan of te wachten op personeel, dus dat is heel fijn en dat gaat heel snel. Fijn, fijn. En zou je nu vinden dat meer horecagelegenheden hiervan gebruik moeten maken? Nou ja, absoluut. Zeker nu in de coronatijd. Ik denk dat het gewoon wel de standaard zou moeten worden. Het is contactloos, het is snel, het is makkelijk. Dus dat zou ik zeker aanraden. Top. Nou, proost. Ja.